Welkom weer bij een nieuwe dag hier in Kleurstad. En ik ben heel benieuwd hoe het met de noob speler gaat. Ik ga eerst even kijken bij de pro speler. Want in de vorige video hebben de pro en ik de noob opgesloten. Want wij hebben zo vermoeden dat hij samenwerkt met de hacker. Hallo pro speler. Klop, klop. Hallo. Oh ja, ik kom. Hallo, ja, kom maar binnen. Oké, kom binnen. Ik kom binnen. Hallo, alles goed? Hallo. Ja, nou, ja en nee. Kom eens even mee. Wat is er aan de hand dan? Ja, maar je weet toch dat we die fabriek nou hier hebben hier. Ja. Nee, maar kijk, helemaal uitzicht, joh. Ja, oh, ja, daar hebben we niet echt mee... Ja, jij was opgesloten. Je kon eigenlijk niet echt iets zeggen. Ja, nee, dat is toch... We hadden wel rekening mee gehouden mogen worden. Ja, maar wel heel veel eten. En op zich... Kijk, het verpest ook een beetje mijn uitzicht. Zie je dat? Ja, ja. Wel, toch? Ja, dus... Maar hey, we hebben hier nog voor ons neus een heel mooi uitzicht, dus... Ja, dat is wel een mooi uitzicht. Maar de andere kant is ook maar gewoon een berg. Dus we hebben nou echt maar... We moeten hier echt een beetje tussen ja, kijken om het mooi te hebben. Maar het is niet anders. We hebben nou wel veel eten, dat ja, klopt. Precies. Kleurstad wordt gewoon groter en groter. En pro-spelen, daar moet je nou eenmaal mee. Ja, moet je nou eenmaal accepteren. Ja, het is niet anders. Hey, maar waarom kom je hier? Ja, ik dacht. Ik heb wel een beetje. Ik heb niet heel goed geslapen. Want ja, we hebben de noob-speler in de gevangenis opgesloten. En ik vind het toch wel een beetje zielig. Maar wel met een goede reden. Want ik denk dat hij samenwerkt met de hacker. Weet je, ik wou even gaan checken of hij daar nog zit. Want ja, als hij samen zou werken met een hacker, weet ik veel. I don't know. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik voel me. Ik heb ook niet echt heel lekker geslapen, want ja, ik en de noob waren net uit de gevangenis en nou is hij weer terug in de gevangenis. Ik weet niet, het voelt niet helemaal goed. Nou ja, ik heb heel veel lekkere steek voor hem, dat hij zo'n goed mogelijke tijd heeft in de gevangenis. Dus laten we even gaan kijken. Ik zie trouwens ook dat er politieauto's zijn bijgekomen. Dat zal Giel vast wel gedaan hebben. Ja, ik neem ik aan. Okay. Dat is een goede sponsor van de autowinkel. Ja, precies. Oké. Okay. Hallo noob speler. Hey, huh? Wacht, is dit... waar is de noobspeler, pro? Heb jij... Iemand heeft hem bevrijd, dat is duidelijk. Wacht, er staan auto's voor de deur. De enige die auto's kan maken is Giel. Giel heeft sowieso de noob bevrijd voor Diamond. Zo is hij echt wel. Wacht. Oké, laten we niet van dingen uitgaan. Hè. Er zijn meerdere mogelijkheden hier. Dus nee, jij zegt dat denk, Giel hem heeft denk, bevrijd voor de Diamonds? Ja, maar ik denk gewoon... Ja, precies. Ik denk gewoon dat Giel iets van een stack aan Diamonds heeft gekregen... en dan de noob heeft bevrijd. Giel doet alles voor Diamonds. Wij hebben de theorie dat de Diamonds zijn gegeven door de hacker. Waarom zou de hacker hem nou dan niet vrij hebben? Ja, omdat Giel het is. Er staan ook auto's voor de deur. Dat is toch logisch? Ja, dat maakt... Het is niet per se logisch. Okay. Ik bedoel, de hacker kan het ook zijn. Ik snap wat je bedoelt, pro-spelen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Of het is de hacker, of het is Giel. Ik voel me niet heel veilig in Kleurstad. Als er iemand letterlijk in Kleurstad samenwerkt met een hacker. Of als iemand in Kleurstad gewoon niet even met ons overlegt voordat er wat gaat gebeuren. Ja, nee. Ik snap wel wat je bedoelt. Laten we hebben gaan. Een politiebureau. Giel. En als het zo makkelijk is om iemand uit de gevangenis in een politiebureau te krijgen. Ja, dan weet ik ook niet hoe veilig ik me wel voel in Kleurstad. Ja, precies. Pro, laten we gewoon verlaten. Laten we gewoon weer naar ons oude huisje gaan. En dan zullen ze wel een lesje leren. Ja, weet je? Ja. Ik denk dat dat de beste gang van zaken is. Laten we wel eerst even naar de kluis toe gaan. En even kijken wat we allemaal mee kunnen nemen. Ja, nee. Voor het geval dat. Ja, 100%. We nemen wel onze spulletjes mee. Even kijken. Ik heb hier misschien nog even... Oh ja, ik zal ook even in mijn kist kijken. Zo, even mijn armor setje aan. Hoppakee. Kijk eens aan. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. En dan ga ik alvast naar de kluis, ja? Dan pak ik daar wel alles. Zo. Ja, is goed. Oké. Zal ik ook onze wapending meenemen? Ja, doe maar wel. Ja. Liever dat wij de wapens hebben, toch? Ja, precies. Ik neem die ook mee. En volgens mij is hier dan er... Ja, dit is hem. Hoppakee. Daar is de geheime kluis. En dan nemen we dit allemaal mee. Zo, hoppakee. En ik zeg niet dat we voor altijd uit Kleurstad blijven, maar gewoon even laten weten dat wij dit echt alles behalve chill vinden, wat hier nu gebeurt. Heb jij, heb jij een bootje? Want ik heb er twee. Ik neem trouwens ook mijn stoel mee, hoor. Hoppakee. Die wil ik ook wel meenemen. Zo. Oeh, ja, doe maar. Ja, ik heb op dit moment geen bootje. Maar jij hebt er twee, dus dat is goed, goed uit. Oké, hoppakee. We hebben alle spulletjes. Misschien Kleurstad... je bootje. Ja, precies. Misschien Kleurstad nog tot ooit. Ik heb geen flauw idee. Maar, als voor wij... Voor nu is het... Ja, voor nu is mooi het geweest. Mooi geweest. Ik trouwens, we nemen... We kunnen ook niet
even die bouwblokken. Ik heb nog best wel wat bouwblokken hier ook. Hier, wat mooie gele bouwblokken. Hoppakee. Heb jij niet nog wat blauwe bouwblokken? Blauwe bouwblokken. Blauwe bouwblokken. Dat is moeilijk om te zeggen. Even kijken. Nee, ik heb er helaas geen meer. Ik heb ze echt allemaal opgemaakt. Oh, oké. Nou, in ieder geval. Laten we de auto's pakken. Ik heb toevallig meerdere auto's. Jij hebt nog steeds geen auto, hè? Ik heb nog steeds geen auto, nee. Mijn bootje. Oh, oké. Ja, we kunnen de auto even meenemen. Het zou wel... Nou, hoe komen we met die auto daar, hè? Dat is wel een probleem. Ja, ik denk dat je de auto net zo goed gewoon lekker kan laten staan. Ik denk dat we het beste gewoon kunnen lopen. Ja, nee, precies. We gaan gewoon even nog lekker te voet. En we hebben een bootje. Dat is op zich de snelste manier. Even kijken of onze oude basis... Misschien hebben ze het al gewoon ontdekt, Giel en de Noep. En hebben ze het gewoon nog niet verteld tegen ons. Nah, dat denk ik niet. Ja. Die staat te goed verstopt achter die waterval. Dat is zeker waar. Even kijken. Dan gaan we hier ons bootje in. En dan gaan we richting onze oude huis. Dat we dat nog ooit zouden doen. Dat had ik niet verwacht. Ja, dan weet je wat? Het is niet het leukste om te doen. Maar aan de andere kant, ik vond ons oude plekje wel heel knus en gezellig. Ja, het was, ja, zeker. Het heeft ook wel weer wat. En weet je wat het is? Als Giel en de Noep nog een goede reden ooit hebben. Of ze gewoon de waarheid gaan vertellen. Ik heb geen idee wat ze namelijk uitspoken. Waarom Giel überhaupt de Noep bevrijdt. Of waarom de hacker ook prima. Wat is deze kist? Dit was de kist waar de brief van de hacker in zat. Ja, we kunnen even kijken of er iets nieuws in zit. Maar ik denk het niet. Zo. Welke brief van de hacker? Wat, ja, wat dan? Dat jullie ontvoerd werden. Nee, er zit niks meer in. Oh, had hij er echt een puzzel van gemaakt? Ja, of zo? Precies. Ja, dat. Ja. Oh, wat een gekke gozer. Ja, precies. En als Giel en de Noob nu zeg maar echt samenwerken met de hacker voor de diamonds. Ik zweer je, ik weet het. Ik weet niet wat ik dan. Dan is, ja, ik zal heel erg zijn, Mick. Dat is de hoop toch voor mij wel een beetje verloren. Als zelfs Giel met de hacker samenwerkt. Dan, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik me daarover moet voelen. Ik wil er ook eigenlijk helemaal niet over nadenken als ik heel erg ben. Nee, ik ook niet. Ik hoop dat de Noob gewoon de waarheid vertelt over die, over die diamond mine. Wat hij allemaal aan het zeggen was. Ja, maar het klinkt zo onmogelijk, Mick. Het klinkt zo onmogelijk. Ja, precies. Zeg maar, als jij als de pro-speler nooit zoiets mee hebt gemaakt. Hoe kan de Noob het dan hebben? Ja, ik zeg niet dat het niet kan. Maar het is zo, zo ontzettend onwaarschijnlijk. Ja, nee. Oh, nou, hier is het. Oh, kijk hoe dood het hier ook is. Oh, dit ziet sneu uit. Ik ga het gelijk vullen. Ja, ga jij dat maar gelijk vullen. Dan ga ik gelijk onze spullen even hier. Kijk eens aan. Ik heb hier namelijk nog de werkkamer voor de wapens. We hebben hier nog een mooie stoel. Nou, die mag zo hier staan. Ja, dit is toch een mooi plekje voor de stoel. Kijk, daar kan je ook echt op zitten. Kijk dan. Kijk, hoppakee. Even kijken, want ik heb ook heel veel geel wol. En ik heb ook rood wol. Ik heb alleen geen blauw wol helaas. Anders konden onze bedden ook even goed maken. Oh, ik heb een... Kijk. Oh nee, ik heb concrete natuurlijk. Ik heb er één meegenomen. Oh, jij hebt je bed meegenomen. Oh, ik heb concrete. Ik heb hem meegenomen. Ik verwarde even concrete met geel wol. Nou, dat is echt heel dom. Maakt niet uit. Wat ik ga doen, ik ga even de vloer hier vervangen. Want ik vind dit toch een lelijke vloer. En ik heb nu zoveel geel, dus ik dacht ik kan wel even een upgrade gebruiken. Nou, kijk eens aan. Het is dat jij geen blauw hebt, want anders zou ik ook dingen blauw kunnen maken. Ach ja. Kan je niet gewoon nog even spieken bij Giel in de chest of bij... Dan moet iemand nog blauwe concrete hebben. Ze hadden echt heel veel. Oké, nou, ik zal wel even snel gaan. Ik zal ook sneaky zijn, dat voor het geval dat iemand in één keer wakker is geworden of terug is gekomen. Ja, precies. Dat ze me niet zien. Nou, dan ben ik zo terug, ja? Ja, doe dat even. En dan ga ik alvast dit even lekker upgraden. Want dit kan wel wat meer geel gebruiken dan dat het nu heeft. Hoppa, kijk eens aan. En we hebben echt mega veel geel. Kijk eens aan. Zo, hopsakee. En dan is het hier al een stukje vrolijker. Kijk, dat ziet er toch al een stuk beter uit, dames en heren. En als we dadelijk ook nog met een beetje blauw kunnen combineren, dan zou het helemaal nice worden. Maar dit willen we natuurlijk ook geel hebben dan. Hoppakee. Dit dirt mag allemaal weg. Zo. En dan doen we hier geel. Hoppakee. En ik moet even mijn pickaxe erbij pakken, want deze moet ook weg. En die mag ook geel. Zo doen we dan. Dus even kijken, want ik ga het hier... Kijk, en dan kan hij daar in het midden blauw doen en daar blauw en daar blauw. Jullie snappen het vast wel. Dat zouden we ook hiermee kunnen doen. Ik ga deze vloer alvast helemaal weghalen, zodat dat ook een kleurtje kan krijgen. Zo, hoppakee. De vloer is hier helemaal weg. En wat ik dan doe, hier ga ik dan wel zo strepen zetten. Hoppakee. En kijk eens aan, dan doen we dat hier ook. En hier ook een streepje. En dan hier ook een streepje. En dan kan dadelijk de pro-speler kan dit met blauw vullen, als hij tenminste blauw vindt. Even kijken wat we hier ook nog kunnen doen, is dit zo even weghalen. Doen we hier nog even wat geel in. En
dit kan ik zo... dan moet ik dit zo weghalen. Hier wat geel in. En dan doen we dat hier ook. Even kijken. Nou, dan wordt dit echt wel een stuk vrolijker al. Wel al mijn gele blokken gaan weg. Maar hey, weet je, als ik nog ooit terugkom naar Kleurstad, kan ik mijn gele blokken hier gewoon weer ophalen. Als ik ze tenminste nodig heb. Misschien heb ik gele blokken niet meer nodig. Ik denk het wel. Ik heb altijd gele blokken nodig. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Het ziet er echt wel een stuk leuker uit nu al. Zeker als daar ook een blauw erbij zit. Dan hebben we echt de Mic en Pro combinatie. Hallo. Hallo, hey. Kijk eens aan. Heb je wat gevonden? Ja, ja. Oké, super nice. Even kijken. Ja, ik ben het hier, wat ik dacht. Ik ben nu een beetje geel-blauw. Dus wat je hier nu kan doen, als jij dit dan mooi vult met blauw. Kijk, dan hebben we echt wel die mooie combinatie van onze twee kleuren. Ja, zo is het. Zo is het. Nou, dat ziet er al gelijk een heel stuk beter uit. Ja, dat dacht ik ook. Even kijken. Dan haal ik al even dit hier ook weg. Dan kan je dat ook met blauw vullen. Zo. Hoppakee. En dan kan je dit ook met blauw vullen. Kijk eens aan. En dan nog hier het laatste dat je dan ook met blauw wil vullen. En dan, ik weet niet of je zelf een pickaxe hebt, maar ik dacht als jij dat steeds even... Ik maak er wel even gauw een. Dan weghalen. Dan kunnen we dat de hele tijd zo doordoen. Even kijken. Dan doe ik dit ook even hier. Kijk eens aan. En ondertussen ben ik per ongeluk aan het farmen. Hoppakee. Dan moet deze weg. En ik help je trouwens ook wel even. Ik hak het gewoon even allemaal weg. Dat is net zo makkelijk. Zo. Ik heb net mijn laatste iron opgebruikt. En ik merk dat wij hier helemaal geen iron of zo hebben. Dus, ik heb echt mega veel. Ik heb nog alles bij van die chest. Oké. Oh ja. Hier, kijk. Nou, mooi zo. Oh, moet je iron nu hebben dan? Of heb je het al gebruikt? Nee. Ik heb mijn laatste stukjes nou net gebruikt. Oké. Even kijken. Dan gaan we zo. Hoppakee. En dan hier de laatste gele strepen. Zo. En dan hier nog een geel streepje. En hier nog een geel streepje. En hier ook nog een geel streepje. En als jij dan nog even vult met blauw, dan hebben we het toch best wel mooi gedaan. Dan moeten we alleen boven nog even de muren doen. En dan is het in principe al bijna helemaal klaar. Dan hebben we het ook even weer helemaal gecustomized. Zoals wij dat willen. Ja, precies. Nou ja, dan voelde het toch nog alsof we misschien niet in Kleurstad zijn, maar wel in geel en blauw. Stad. Plek. Ja, plek. Nou, ja. Stad wil ik het niet noemen. Nee, het is niet echt een stad. Nee, dat klopt. Even kijken. Ik haal deze muren ook gelijk weg, zodat jij dadelijk ook je blauwe blokken daar kan gooien. Dankjewel. Oh nee, er zijn hier een paar zaadjes kapot. En zo, we hebben nu op dit moment al 42 diamonds, dus misschien kunnen we dadelijk in de volgende video daar ook wat mee. Misschien kunnen we allebei wel een diamond pakje maken. Hoeveel diamonds heb je ook weer nodig voor een volledig diamond pakje? Dat zou... dat is... Ja, hoeveel is dat? Jij bent de pro speler, kom op! Nee, 24, sorry. 24, dus dan hebben we er nog 6 nodig en dan kunnen we allebei volledig diamond pakje halen. Ja, zo is het. Ja, dus dat zou ook wel echt super nice zijn. Oh, hoe heb je dit hier gedaan met de muur? Ja, nou, dan moet het zo, kijk eens aan, zo, en dan zo. Of nee, dat klopt niet. Zo, en dan zo. En dan kan jij de rest vullen. Dat moet lukken, toch? Ja, dat komt helemaal goed. Oké, super nice. Even kijken. Dan hier nog even zo. En dan zo. En als het goed is, hebben we dat dan af. Oh, dit is nog één hoger trouwens. Anders is het wel heel lelijk. Kijk eens aan. Zo, halen we dit nog even allemaal mooi weg. Zo. En dan kunnen we hier nog één blokje hoger. Oh, die. Ik maak volgens mij precies dezelfde fout. Kijk eens aan. En... Oh, nee! Hey! Zo. Hoppakee. En dan. En pop. En... Pop. Erin. En de laatste volgens mij. En die moet er ook in. En dan doen we even de toortjes weer terug op hun plekje. Kijk eens aan. Zo. En zo. En zo. En weet ik veel waar al die toortjes stonden. Ik vind het oprecht wel echt een stuk... Ja, gewoon gezelliger eruit zien nu. Ja, alleen dit hoekje zit er nog een klein beetje raar uit hier zo. Ja. Welk koekje? Oh ja. Oh ja, dit moet ook nog even gefixt worden. Wacht. Dan doen we gewoon dit. Zo. En dan doe jij daar je blauw en hier je blauw, toch? Ja. Kijk eens aan. En oh, ik moet hier ook nog wat meer geel hebben. Alleen deze is wel... Zo. Maar we dit hier vullen. Dit stukje hier. Zo. Een beetje raar. Even kijken. Wat is er? Dat hier in zo'n gat zit, raar. Oh, wat we dan doen is... Boop. Ik heb ook geen flauw. Oké, helemaal goed. Nou, wat we wel nog nodig hebben is een geheime chest. Want we hebben nu al een geheime chest. Maar waar we die gaan plaatsen, dat is nog even nodig. Maar laten we dat in de volgende video doen, pro-speler. Helemaal goed. Ik ben echt super tevreden hoe het er nu uitziet. Ik vind het jammer dat we even hier weer hopelijk tijdelijk moeten wonen. Ik hoop dat Giel nog met een goed antwoord gaat komen. Of de noob, of weet ik veel wie. Zodat het weer goed kan komen. Ja, ik hoop het ook. Wil je nou zien wat Giel allemaal aan het doen is in de survival? Heeft hij daadwerkelijk de noob-speler bevrijd? Klik dan snel op deze.
deze video. Doe ik even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik, Mick out.